prison. Hallo mensen van de GD Gamer, ik ben Chifano, wij gaan vandaag spelen Fallout 4. Fallout 4, ik bedoel Wolfenstein, de New Order. Oké, even kijken. Kijk, wat ik doe, als ik zulke krantenknipsels tegenkom, dan klik ik even op, heb je tijd om op pauze te zetten, dan kun je misschien lezen. Ja. Maar ik dacht, het is ook een keertje tijd om weer even deze serie af te maken. Want ik had gisteren allemaal van die playlist gemaakt. En ik dacht, oké. Ik heb er geen één eigenlijk afgemaakt. Dus William. Ik dacht, dan maak ik Wolfenstein af. Want die hoeft nog maar een paar missies. En maakt niet uit of je hem wel of niet leuk vindt. Ik maak hem af, begrepen. En oké, dan moet ik nog naar kijken. They're making a pickup. You find a way to get down on the roof of that prison transport bus. You hide on that roof and you can ride it all the way into Eisenberg prison. Ik ga kuchen. I go down and destroy the guard. Rusten. And maybe he won't see you. Ik had ook gemerkt dat de laatste video stond het geluid heel hard. Heb ook in de beschrijving gezegd dat het de volgende video zou worden verbeterd. Hopelijk is het nu een beetje beter. Dus ik heb nu ook een vlog van de mond afstaan. Als het zachter is, als het nog steeds hard is, moet je het even in de comments zeggen. En ja. Maar wat ons doel nou is. Wij moeten dus naar een soort gevangenis om iemand van het verzet te bevrijden. En dan moeten we in dat busje zien te kopen. Hier. Oké, met vragen zeg ook even in de comments of ik een beetje te veel praat of niet praat of dat jij zo weinig praat, dan moet je het gewoon even zeggen, want ik heb eigenlijk wel echt het gevoel dat ik echt heel weinig, dat ik eigenlijk best wel veel praat. Curious, can't you? Hey, wat is dat? Zien jullie dat? Wacht, kan ik erop klimmen? Kijk, zien jullie dat raken? Zie je dat naadje tekenen? Zie je zo'n ding eromheen? Net zoals zo'n deur van Fallout 4. What the fuck, gek? Is dat wat rij? Lijkt me een fusion core van Fallout 4. Oh mijn god. Hebben de naties Fallout 4 gemaakt? Fallout 4? Nee, maar. Jij hebt misschien wel kans dat het in hetzelfde universum is, maar. Nee, dat klinkt heel raar. Want waarom zouden Amerika en China nog met elkaar oorlog voeren? Als Duitsland toch de baas over ze is. Dus ik denk dat het dit. Maar je hebt ook allemaal robots. Dus ik denk dat het dit is gebeurd. Ik denk dat wij nu al die naties gaan vernietigen. Dat er daarna weer vrede komt. Dat er daarna weer hele grote technologie komt. Omdat zij die atoombom, dat die Amerika had verwoest. En dus daar gaan ze het misschien gebruiken. Voor die dingen. Voor nucleaire power. Dus. Daarom ook. Dus de naties hebben eigenlijk al een beetje Fallout 4 gemaakt. Om nog wat deze theorie. Het kan misschien ook nog echt kloppen. Als je even kijkt wat. Heel veel mensen. Oké, dit is echt een hele goede spoiler alert. Ik geef je even nu één tip. Zet hem op pauze. Als je dit niet wil horen, klik dan eventjes verder. Op het einde van de game gaan wij de naties vernietigen, denk ik dan. Ik weet het niet zeker, maar ik denk het wel. Want dat is ons hele doel. En in een videogame komt het altijd goed. Dus, wat nou als wij ze vernietigen? En dan komt ze vrede. En dan gaan ze technologie weer helemaal opbouwen. Want er zijn ook wel robots. En dan misschien maken ze daarom ook wel power armor of zo. Dus. Oh mijn god, gek. Maar dit kan ook nog maar echt kloppen als je het even goed nadenkt. En dat is mijn lieve kleine mietje Kenny. Ik heb nu echt een bitje aan de ding. Wat ik even ga doen. Ik ga zet hem even op pauze. Dan doe ik heel even het raam dicht. Zo. Heeft hij ons al gezien? Oh mijn god, hoe kan hij ons niet zien? Oh, ik dacht al, als hij ons nou niet zag,
dan terminal? Ik dacht, is dat nou een terminal? Ik dacht, nee, dat kan niet. Maar het is toch een terminal, oh mijn god. Fallout 4. De nazi's hebben Fallout 4 gemaakt. Is dit onze lieve dog niet van Fallout 4? Nee, het is gewoon echt onze lieve dog niet. Wat hebben ze gedaan met je dog niet? Wat hebben ze met je gedaan? Maar even serieus. Oh mijn god. Oké, nu ga ik me een beetje stout doen. Maar ik dacht opeens, huh, is er nog Fallout 4 gemaakt, huh? Nu ben ik de grote baas, maar wat de fuck is je aan het luisteren dan? Of ik is de volgende video weer even beter. Dit wordt waarschijnlijk wel even een lange video. Dus ik kan het vijf of twee delen doen. Een momentje, ik moet wel even wat checken. Blijf erbij, zet maar even op pauze of zo. Maar volgens mij heb ik dit stukje al gespeeld. Nee, vast alarm mensen. Ik zoek voor al deze huizen, maar ik dacht. Nu heb ik nog best wel goed voor. Ik denk dat ik deze video in twee delen ga doen. Want hij duurt anders wel een beetje te lang. Links rein! Rein sofort, du Drecksau, du! Rein! Rein! Hier, we hebben het gehaald. Maar ik denk dat we niet een tape over de natuur gaan doen. Steel. Concrete for miles. En dit is gewoon een laatste. I wonder if there's anything in this world worth saving. Desolation. Tyranny. Enemy of endless might. Well, you, the robots, you like those babies? I wonder if I have any friends left standing. Comes down to it. I'll fight alone. But I promise you this. Friends. If this is where they're keeping you, I will find you and set you free. Geen mesje. Nou, wat in het begin van de game ook al gedaan met een pijp, maar dat was niet die robot. Dat was een super soldaat of zo. Oeh, we zijn gewoon echt James Bond. Ook met zijn lasercutter. Ba-da-ba-ba-ba. Alleen nog met zo'n pistooltje. Oh, ik dacht al. Oh nee. Oh mijn god, dit is zo'n oplaadpunt dus. Ongeladen voor de zekerheid. Ach, welke wapens heb ik allemaal? Alleen maar een mes? Waarom kon ik gewoon geen pistooltje meenemen? Dat snap ik nou weer niet. Kan ik hier naar beneden? I am pretty
fucking James Bond. Gefangene, vergessen Sie nicht, dass Sie bei jeglichem Widerstand gegen Umerziehungsmaßnahmen der umfassenden Gewalt des Strafvollzugs ausgesetzt werden. In deze doos is wel vaak ammo en zo. Er is soms ook wel goud. Maar ik zoek nu niet echt goud. Ik zoek nu echt niet ammo. Yes. Oh, maar we moeten weer deze kut erbij pakken. Gefangene, vergessen Sie nicht Ihre Pflichten im Strafvollzug. Wir gaan hem pakken. Sie doet toch echt niet? Ik wil net zeggen, man. Kom maar, shut up. Sorry, dog, niet. Oh kut. Oké, dit is gewoon echt geen stalt of zo. Ik ben gewoon echt niet sneaky of zo. Ik ben gewoon echt zo allemaal gewoon rustig bijna aan het vermoorden. Ik heb wel in de timeline gekeken, want in het begin van de game kun je tussen twee mensen kiezen wie je wilt redden. Ik heb die Fergus gedaan, maar ik kon ook die Wyatt redden. Maar als je dus die Wyatt had gekozen. Dan kon je allemaal sloten openmaken en zo. Dan had je van dat leren en zo. Maar dan kreeg je ook upgrades zodat je een hogere armor kreeg en zo. Nee. Waar komen? Ik heb nu zulke kippenvel, hè. Ik heb nu echt kippenvel. Kan ik wel vaker? Ja, dat kan ik wel vaker. Ik ben dood, man. Ik zeg, jongen, ik heb helemaal kippenvel, man. Ik schlag de schwindelwijs! Los, kom schon! Kom maar. Bitch! Zijn er nog meer van die mooie kuthoornen waar ik zit? Ik maak ze gewoon allemaal doodtrekken. Dat was maar gewoon een beetje voor de grap hoor. Ik was heus niet bang. Oké, dit is niet zo sick. Kom op, de toiletkill. Ik dacht dat het gewoon met zijn hoofd omhoog ging of zo. Dat snap ik gewoon niet. Ah, fuck, dit is een hond. Die is gewoon sick. Wake up, you're dead. Oh mijn god, hoor je dat? Wake up, you're dead. Oké, ik vind deze game echt wel leuk. Oh ja, want ze zegt, maar kijk. Want ze hadden zo volgens mij zo'n atoombom gedaan en... Wat is dit? Ik heb op school geleerd dat je altijd uit moet rekenen wat tussen de haakjes staan. Dat is 9 en dan moet ik een keer aangemaakt staan dat ik dan plus moet doen en show en shit. Dus rekenen is iets met je pijn. Ik ga een beetje dat.
Actually, this is the easiest part of guard the world has ever seen. Okay, die was gewoon echt brutal. Zo, brutaal gek. Net brutaal. Houd verder. Maar anders kunnen we dit slot gewoon openmaken als we de white timer zonder de sleutel op te pakken. Even. Maar Manhattan, dat ligt toch in, daar zit toch New York in ofzo? Als ik daar speel, is het eigenlijk ook gelijk kapot. Oké, ik loop gewoon heel rustig te praten. Die kerel loopt gewoon een mes in de nek van de kerel te steken. En ik hoor echt een... Kijk dan met hier naar. Gewoon niet. Gewoon naar mij kijken als je wel een brutale actie wilt zien. Ik kan niet bang hoor. Leuk aan het. Ik ben echt niet bang hoor. Blijf maar normaal. Ik wil mijn mama. Ha, bitch, had je nu wat? Ik zit, ik vermoord jou een hele familie. Kom op, bitch. Hè? Ik kan niet door de muur heen. Oh nee, gelukkig. Nou, als ik dat niet had gedaan, dan kon je wel door de muur heen. Dus gelukkig. Ja, yeah, well, you're somewhat B. Suppose B2 got to go somewhere. Het is wel een lange aflevering, maar... Sorry dat het zo lang duurt, want deze missie duurt gewoon lang. Ik zei, ik heb weer gewoon rustig gepraat, terwijl ik twee kills gewoon in een buik liep te steken. Wanneer krijg ik nou een wapen? Want ik wil gewoon een beetje pam doen. Maar wat er ook gaat gebeuren, ik ga sowieso deze horrorstuff hier afmaken. En ik ga waarschijnlijk ook nog daarna eens van de Call of Duty Black Ops 3 campaign doen. En dan ga ik mijn multiplayer video's van Black Ops. There, B2. Kind of let the monsters out of the cage. Wat er gebeurt, die gaat gewoon open. Wat de fuck? Hoezo is hij niet dood, man? Sommige keer, één keer gaat door als ik een keertje op de hoofd me. Ik steek deze keer 5 keer en hij is gewoon niet dood, man. Maar met de pauze. Ik ben niet op de FIFA 17 demo, want ik had mijn broer gezegd dat ik de FIFA 17 mocht doen, maar ik laat hem niet zomaar een spelletje kopen met gewoon op mijn PlayStation niet mag. Nee, hij mag de demo spelen, meer niet. Begrepen, Rivaldo? Hopelijk luister je dit nog in deze video. Hey, wat heb je weer? Here I was, getting ready for the eternal nap, and this... Nazi killing Jimmy Bastard shows up out of nowhere. Wacht,
Jay Blazkowicz the Nazi killing Jimmy bastards. Hey, that's how you must have looked at my people after the good night. Shooting, stabbing, strangling Nazis. Oh. Ready to set things straight, Fergus. Well then, let's square on out of here. Kill every damn Nazi that gets in our way. Hey, careful with that door! I'm gonna do some more. Oké, hij is gewoon helemaal heel rustig met de bloed op zich. Hij is gewoon heel rustig vegen. Nou, oh, niks. Hij is helemaal normaal. Niks in de zin. Ja, dan kan ik de Roscoe komen. I'm leaving, I'm long gone. I can't stay no more. Haha, bitch. See you later. Helemaal gewoon echt hoor. Ah nee, moeten we ze zeker nog redden. Ik wil gewoon weg. Ik zag af en toe Jay Blazkowicz was geweest. Ik had gewoon de bank overvallen of zo en dan was ik gewoon met die chique ergens gaan wonen. Maar nee, dan moet je daar weer trainen van de fucking nazi's. Oeh, shotgun. Ik heb een shotgun, ik heb die al, had die net opgepakt. Oh, dude. Oh my fucking god. What up, bitch? Daarom kijk je niet meer naar mij. Oh kut, ik ga dood. Stop. Stop. Shotgun. Oh, dit is een automatische shotgun. Oh mijn god, dit is gewoon een automatische shotgun. Ik vind het leuker zo met twee. Zo. Ik pak er gewoon even eentje, dan kan ik beter aimen. Ik zou hopen, kom ik weer die robot op, denk je, dat ik hem gewoon puur kan vermoorden, weet je. Daar hou ik echt niet van. Looks like a two-man lock. We have to hit these two buttons at the same time. En daarom zou ik dat doen. 3, 2, 1, maak! Doei! Jongen, glijd op om de deur, dat snap ik niet. There you go. Jongetje is dat. Hopelijk ik heb hier allemaal een mooie chest met schaar. Dan hoop ik echt niet. Wie heeft de bank in? Ik dacht dat ik het. Ik zit van twee. Ik denk sowieso zo'n robot hoog gaan. Kom, zit daar tussen de deur. Ja, zit wat onder. Kom maar.
Oh, ich mag das. Sind da noch jemand? Denk op de rug uitschakelen en dan kom op God, dus van elkaar weer. Weet je, als je wel videogames hebt, als je een zombie games hebt, dan heb je altijd wel een beetje dezelfde zin. Soms heb je een klokken, soms kan je wel een bij weg zijn. En dan heb je een maatje, zombies. Hier heb je altijd snipers, heavies en dan gewoon klokken. Gewoon met stokken en zo, altijd wel een beetje dezelfde type. I need you to cover me when I open this gate! Mooi, ik heb eerder al fucking neergeschoten. Ik ga hier, kom op. Oh, wat is mooi. We should go fucking out of there. Oh! Oh! Okay, that is gewoon ziek. Head up the staircase, Boskowitz! Nee, dat is gewoon ziek. Ik heb overtrekjes. Oké, dan is het gewoon dom. Blaskovic, Nazi killing Jimmy Bob. Ik kijk of ze ook komen. Oh, ze komen. En waar is die robot eigenlijk heen? Waar snap ik niet, waar is die robot heen? Paris. Hey, where is he? Come on, Blaskowitz! I've got to start it! Where the fuck is he? BJ! Fucking tight! Oh, here is he! Wacht, mogen we gaan rijden? Oh boy! Damn, heb je dan? Crafty. Oeh, daar heb je een bitch. Tenacious. Maar kan ik er even naar kijken of ze bij zijn? Kan het over?
he's gonna be like, I can't believe he made it out of there. That was a freaking badass, bitch, you know? Do any of you know how to hotwire a car? Kijk, van hem hebben we geleerd hoe we moeten hotwiren of zo. En van die wired konden we leren hoe we zo'n slot open moesten maken. Had ik een kosten? Ja, ik kon zo niet schieten. Got eyes all over the city, tracking her every move. We have more options. A daytime entry to the Kraiser Resistance headquarters is no easy feat. Not that anyone's ever tried one before. Skies are empty for now. Lucky for us. Well, I'd rather die in the fresh air than in that damn prison. Right, you be on the alert now. This is a two-parter. First, we need to hit that blind spot precisely dead on. In position. Now, go, go, go! Vier camera's. As long as we stay in this here mist, no one will see us. Right, this is the second part. We're jumping. Don't hesitate, just do it. As soon as you hit the water, you're gonna hold your breath and swim after me. Whatever you do, stay under the water. You break the surface, we're all dead. There are Nazis fucking everywhere. Now don't think about it. Okay, deze aflevering doet al echt heel erg lang. Gewoon springen, wat je hij zou komen. Just jump. Even als we nog veilig zijn, dan eindigt de video gewoon even. Ik had beter twee delen van moeten doen. Spijt me ook echt mensen, maar ik was gewoon even koppig en moest het gewoon doen. Maar, als je er vaak in zag, dus dat betekent dat iedereen, elke keer als iemand hierin gaat, dat ze elke keer die kettingen moeten vervangen. Oké mensen, maar dat was het dan voor deze aflevering. Hopelijk hebben jullie genoten. En ik zeg doei en bye bye hè.